Voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten werd voor en in het provinciehuis actie gevoerd door FNV-bondgenoten en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden. Het motto van de actie is: er valt wat te kiezen voor een sociaal Friesland. Daarmee inspelend op de verkiezingen van de Provinciale Staten en indirect de Eerste Kamer op 2 maart 2011. Actievoerders hebben het provinciehuis niet bezet of de politici gegijzeld, maar toonden wel hun boosheid. FNV-bondgenoten en het FSU spraken de provinciale politici aan op hun verantwoordelijkheid voor de Friese inwoners die het moeilijk hebben en nog veel moeilijker gaan krijgen. Wij roepen alle statenleden en andere belangstellenden op om nu naar beneden naar de hal te komen. Wij voeren een bliksemactie. Mooi dat jullie hier allemaal zijn. We willen jullie vragen om de rode kaarten te bespreken en daar afstand van te nemen. In jullie eigen fractie, in jullie eigen politieke partij, op alle plekken waar jullie iets kunnen doen om te voorkomen dat we komen tot een kil Friesland. Waarom deze actie? Omdat we alle bezuinigingen die nu worden afgeroepen door het kabinet, die gaan de mensen met de kleine portemonnee en in de kwetsbare positie hartstikke keihard aanpakken. Daar zijn we boos over. En wat wij nu willen is vandaag hier bij de provinciale politici, willen we zeggen van dat moet je ter harte nemen. Dat laat je toch niet gebeuren met je eigen inwoners in Friesland. Ze zijn in het spier altijd om een sociaal Friesland te willen. Gaan vooral over de meren en het water, de wegen en viaducten. Wij zeggen vandaag, het moet ook gaan om de mensen. En laat zien als provinciale politici dat je het aantrekt en dat jullie ook stelling durven te nemen tegen je landelijke collega's. Maar probeer ook zelf daarin een steentje bij te dragen door ook een eigen sociaal beleid te voeren. Nou, daarom staan we hier. Hier is de blik openen. Dit is het blik. Ik zou zeggen... Nu meteen? Yes. Als het lukt, zet hem op. Alle partijen krijgen een blik voor jullie mee. Wat zit erin? Er zitten bij elkaar opgeteld 26 kaarten in. 13 rode, 13 groene. Op die rode kaarten staat, daar staan die maatregelen, die bezuinigingen die zo hard aankomen. Hier ook achter ons, hè? Ja, ze staan hier ook allemaal mooi opgeplakt. Dat geldt ook voor de groene kaarten, want daar hebben we opgezet wat je ook kunt kiezen. Maar dat is ook het motto vandaag, hè? Er valt wat te kiezen voor een sociaal Friesland. En we willen natuurlijk vooral dat ze die groene kaarten, dat ze dat oppikken en dan zeggen van nou, daar staan we als Friese politieke partijen voor. Hoe kunnen de provinciale politici er wat aan doen dan? Nou, dat kan op verschillende manieren. Ik pak het voorbeeld even. Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad Heerenveen op initiatief van de CDA-fractie, die hebben gezegd wij pikken dat sociale beleid niet landelijk. Dus die sturen dan de brief, en ik hopelijk meer, naar hun mensen in de Tweede Kamer om te laten merken dat willen wij in Friesland niet, dit soort gevallen. Nou, wat er in de gemeenteraad gebeurt, kan ook bij de Staten gebeuren. Dat is één. Tweede is, de provincie voert al een paar jaar een hele ingewikkelde discussie van moeten we wel of niet nog sociale taken hebben. Want dat willen ze eigenlijk bij de gemeenten ook neerleggen. Wij zeggen dat moet je niet doen. Je moet ook als provincie een belangrijke hoeder van je Friese samenleving staan. Dus ook voor het welzijn van mensen. Jullie moeten die taak ook behouden. Dus, en dat kunnen ze bijvoorbeeld door ook organisaties die in het spier zijn, voor juist de mensen die het moeilijk hebben, om die heel goed te steunen. Oké, bedankt. En jullie bedankt.